Jongens, dames, goed jullie zijn. Jullie hier op kantoor als mede op online. Welkom bij onze wat is het, vierde online Tech Night. Onze eigen collega Ivo gaat vertellen over servicebusses, wat hij toepast bij mijn overheid. En take it away, zou ik zeggen. Exactly. Ja. Nou, mijn welkomstwoordje ga ik gelijk laten vervallen, want het is hetzelfde als Maarten, ongeveer. Nou, ik ben Ivo van Beek. Ik ben ontwikkelaar bij developers.nl. En ik zit op dit moment bij Logius, waar ik aan mijn overheid werk. Waar we inderdaad, zoals Maarten al zei, ook in de servicebus werken. Nou, vanuit daar kwam ik een beetje op deze talk eigenlijk. Zeker ook omdat Symphony eind vorig jaar bij SymphonyCon in Amsterdam de Symphony Messenger gepubliceerd heeft. Tenminste, wat rugbaarheid aan heeft gegeven. Hiervoor werkte ik als freelancer. Ik was freelancer bij diverse startups en voornamelijk in Berlijn veel gewerkt. Daar kwam ik een heel stuk minder van serverbussen, messagebussen, dat soort zaken tegen. Startup een stuk kleiner, heb je eigenlijk wel heel vaak heel wat minder nodig. Nou, de agenda. Ik heb allereerst wat vragen voor jullie, zowel online als offline. Ik ben benieuwd naar wie jullie zijn, wat jullie doen. Daarna wil ik komen tot een definitie. Vervolgens gaan we de Azure Messaging Services bekijken. Er zijn best wel veel verschillende soorten, dus we lopen allemaal even door met wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Vervolgens zoomen we in op de Azure Service Bus, een van de Messaging Services die worden aangeboden. Vervolgens gaan we kijken naar de Symphony Messenger. Tot slot, op plaats van Service Buses, en daarmee bedoel ik eigenlijk waar kun je die nou vinden in een applicatie, wanneer zet je ze in. En we eindigen met wat vragen. En daarna gaan we door met een quiz. Ook gedeeltelijk over wat ik hier allemaal ga vertellen. Dus let goed op. Nou, allereerst de vraag. Wat is jouw rol? Ik ben heel benieuwd naar wat jullie doen in het dagelijks leven. Ik heb hierboven een linkje neergezet. Ik zie dat daar net iets overheen valt. Zo, is het nu beter zichtbaar? Ik ben benieuwd of degene die fucking idioot zegt dat ook zo op zijn kaartje heeft staan wat hij uitdeelt. Dat zou ik op zich wel leuk vinden. Kijk, ja, vader. Nou, top, voornamelijk ontwikkelaars, wat DevOps, vooral technisch. Laten we daar in ieder geval, ik zie één sales iemand en een product owner. Goed, nou ja, als developer kom je natuurlijk het meest in aanraking met de servicebussen. Opsers zorgen voor het deployen en in de servicebus zit best wel wat werk. Dus op zich ga je daar ook wel veel van meekrijgen, denk ik. Nou, dan de volgende vraag. Ik ben heel erg benieuwd naar of jullie dit ook in het dagelijks leven gebruiken. Ja, dus je bent straks, of je bent ontwikkelaar, werk je zelf met zo'n bus. Ik heb het idee dat het best wel wat mensen... niet willen of niet gaan gebruiken. En ik ben ook benieuwd, nooit bedoel je dan ook echt niet willen. Het bestaat al heel lang, serverbusjes. En tegenwoordig is er een stroom met heel veel over microservices. En, je leest nogal eens dat er wordt gezegd, dat gaat eigenlijk niet zo goed samen. En daar hebben we ook in deze talk, kom ik daar nog wel op terug. 4% van de Symphony Messenger, niet zo heel veel, maar ik denk wel dat dit zoveel gebruikt gaat worden. Je leest er veel over, er wordt veel over geschreven. Hartstikke leuk. Nou, top. Nou ja, voor mezelf geldt, en ook voor diverse developers, collega's. We zitten met een zelfgeschreven bus. Optie heb ik er niet bij gezet, dat is top. Oké, we gaan hem open source maken. Dus dan valt hij onder de tweede. Daar zijn we toch al heel lang mee bezig. Ook zelf geschreven, dus
Wij draaien op Symfony en er was eigenlijk op dat moment niet een service bus die binnen Symfony zat. Of ja, beschikbaar was. Daar waren ze wat te laat mee. Nou, zoals ik zei, ik wil gaan komen tot een definitie van een service bus. Waarom? Ja, dat is handig om een beetje een beeld te hebben van waar gaan we het straks verder over hebben. En als je gewoon service bus googelt, dan wordt het een heel lastig verhaal, kan ik je vertellen. Heel veel definities. Dus ik wil hem gaan ontleden. Service en bus. Hoe kun je die twee nou los van elkaar zien? Wat ik al zei, er zijn heel veel verschillende definities. Wat ik dus hier ga vertellen, staat niet in zijn eigen grip. Iedereen kan daar net iets anders zien. Ik hoop vooral wat handvatten te kunnen geven. Nou, een stukje voorbeeld. Bij IT'ers leen je heel vaak dingen uit het analoge leven. Heel vaak termen die je vindt in het analoge gedeelte eigenlijk zie je bij ons IT'ers terug. Dus ik ben eens gaan zoeken of we nou bussen terug kunnen vinden. En dit was eigenlijk een van de eerste resultaten die ik had gevonden. Op een electrical engineering website kwam ik hem tegen. En dit zijn busbars. En op zich kun je in ieder geval visueel wel redelijk vergelijken. Je hebt een bar met een aantal aansluitingen. Het aantal aansluitingen, je kunt makkelijk iets toevoegen, je kunt er makkelijk iets afhalen. En het loopt allemaal over een centrale balk heen. Dat is eigenlijk het makkelijkste waarmee je het zo een beetje kunt vergelijken, heel simpel gezegd. Nou, net hadden we het over een stukje electrical engineering, hoe je het daar ziet. Nou, als we iets dichter bij IT gaan kijken, komen we bij hardware terecht. Hè, waarop we allemaal draaien. Oei. Nou, ging goed. Stukje hardware, wat dus niet altijd even goed gaat. Ik heb hier een layout gepakt van een moederbord. Voor de mensen die een beetje sleutelen of hebben gesleuteld, zullen dit wel herkennen. Ik was vroeger heel fanatiek met desktops, ledjes en dat soort dingen. Nou, heel mooi voorbeeld, de memory bus. We hebben allemaal hier veel meer grote server. Ja, aansluiting eigenlijk. Daar klik je memory op en dat loopt allemaal over één bus door. En zo communiceert dat met de andere componenten op de moeder. We hebben hier meerdere bussen, dus het loopt over meerdere lijnen. Het is meer een beetje een beeld, een beetje visueel maken dan dat je het heel erg goed kunt vergelijken in de softwarewereld. Waarom? Het heeft een net iets andere toepassing eigenlijk. Ik zal dat zo met een stukje software iets beter of iets duidelijker kunnen uitleggen, denk ik. Laatste is netwerktopologie. Deze vond ik goed om te laten zien, omdat het eigenlijk heel makkelijk te zien is wat er nou gebeurt. En ook wel redelijk dicht uitkomt met hoe je een bus bijvoorbeeld in een architectuurplaat kunt vinden. We hebben hier een lineaire bus. En wat er gebeurt is, er is één lijn, daar loopt alles overheen. Alle machines daarop zijn aangesloten en over die ene lijn loopt alle communicatie. Hiermee, wat een stukje hardware is, heb je iets meer uitdaging. Dit vind je eigenlijk niet terug meer in netwerk setups. Vroeger wel in kleine setups, maar nu als je thuis, wat je thuis vindt, kom je meer op een shared topologie uit. Nou, dan een stukje bus. Ja, wat we eigenlijk net aan voorbeelden allemaal gehad hebben. Komen we tot een stukje definitie. En dat is deze hier. Ik heb deze even los van elkaar gedefinieerd. Omdat binnen software hebben we het meer over een patroon. En kun je wat makkelijker een naampje aangeven, zeg maar. Gemeenschappelijk communicatiekanaal. Dat gemeenschappelijke is belangrijk. Dat is ook wat je net zag. Hè. Alles loopt daar overheen. Alles zit daarop aangesloten. Dat voorziet in een geleidelijke communicatie. Hij is dus verantwoordelijk eigenlijk voor het stukje communicatie door laten lopen, eigenlijk door laten komen. Denk aan routing, maar ook quality of service, dat soort zaken. Je hebt tal van slimmigheden die zo'n bus in zich kan hebben. Binnen het software, eigenlijk het enige verschil is wat ik net als een architectureel model. Het is meer een soort van afspraak. Hoe je daar, hoe je het toepast, hoe je daar mee in kan werken. Je kunt de bus eigenlijk best zien als een soort van orchestrator. Nou, bus hebben we gehad. Dan komen we bij het stukje service. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bus. Ga maar eens opzoeken, wat is een service? Hoe definieer ik een service? Hele hoop mensen die het ook daar weer met elkaar oneens zijn. Wat ik heb gedaan, is ik heb onder andere de Open Group
een stukje documentatie van gelezen en de definitie van Martin Fowler erbij gepakt. En daar heb ik eigenlijk vertaald naar het Nederlands en eigenlijk de belangrijkste punten uitgehaald. Allereerst, hij is op zichzelf staand. Een service is niet afhankelijk van iets anders in het uitrollen bijvoorbeeld. Je kunt hem zelf neerzetten en het is niet een onderdeel van een groter geheel in hetzelfde proces. Uiteraard wel buiten het proces. Dus een service kunnen wel met elkaar praten. Biedt herbruikbare functionaliteit. Als je een service maakt die alleen maar geschikt is om met één ander component te praten, kun je je afvragen, is het wel zo handig om hier een aparte service voor te maken? Meestal zie je dat services op meerdere vlakken of voor meerdere zaken gebruikt kunnen worden. Of bijvoorbeeld op meerdere dingen kunnen worden aangeroepen. Een stukje black box. De afnemer, degene die aanroept, weet niet wat de service doet. Of hoe die het doet eigenlijk. Je hebt natuurlijk wel een verwachting van een aanroep. Maar hoe dat precies gebeurt en wat voor logica daarachter zit, is niet belangrijk voor de servers. Nou, het stukje externe roep, waar ik eigenlijk net al gehad, out of process, in process. Dus uit het proces en onafhankelijk uitrolbaar. Dat is ook een hele belangrijke, vind ik. Onafhankelijk uitrolbaar zorgt ervoor, als jij één service update, dat je niet je hele applicatie hoeft te updaten. Zo kun je dat in dit geval het makkelijkste terughalen. Maar wat ik al zei, het staat niet in steen gegrift. Nou, toen dacht ik van, ik ga het samenbrengen en ik vraag aan Wikipedia, wat is een service bus? Dus, dit is het. Wat is Wikipedia? Ik heb er iets anders van gemaakt. En ik ben uiteindelijk tot deze vier eigenschappen gekomen. Centraal punt voor het ontvangen en versturen van informatie. Dus waar alle services op aangesloten zijn. Meestal heb je diverse middleware mogelijkheden op zo'n bus. Wat zijn die slimmigheden waar ik het net over had? Denk bijvoorbeeld aan een stukje logging, een routing of iets in die geest. Routen transformeren en afleveren. De routering van de berichten zorgt hiervoor. Hij transformeert waar nodig. Denk aan bijvoorbeeld een service die in JSON-formaat een verzoek uitstuurt. Komt op de bus ziet, de service waar dit naartoe moet, die verwacht een SOAP request, noem maar iets. De bus zorgt voor de transformatie en levert vervolgens de request af. En vervolgens, niet per definitie FIFO, niet per definitie first in, first out. Waarom heb ik die erbij gezet? Message queues zijn in het beginsel wel first in, first out. Wachtrij is logisch, er komt iets binnen, sluit iemand aan, sluit nog iemand aan, altijd FIFO. Een bus die kan daar zelf in principe nog iets over vinden of beslissen. Nou, nu ik het over servicebuses heb gehad, ben ik wel heel erg benieuwd naar welke architectuur jullie momenteel werken. Je kunt los van een bepaalde architectuurstijl ook nog diverse soorten wel of geen servicebus gebruiken. Je kan ook in microservices gewoon nog steeds ervoor kiezen om in mijn geval een servicebus te zetten. Nog best wel wat mensen die op een SOA-architectuur werken. SOA is een service-oriented architecture. En hier zie je de servicebus, of beter gezegd de enterprise servicebus, heel veel in terugkomen. Microservices zijn inmiddels iets populairder dan een monolith geworden. Goed, laten we doorgaan. Azure Messaging Service. Ik heb gezocht naar wat is nou een goede, leuke manier om te laten zien wat er tegenwoordig aan servicebuses of messaging services voor mogelijkheden zijn. Nou, daar ben ik op Azure uitgekomen. De Azure Servicebus onder andere. Maar ze hebben nog een aantal andere opties. Ze hebben ook Azure Storage Queues bijvoorbeeld. Die zijn wat minder slim, minder uitgebreid. Ik zou nog uiteenzetten wat daar nou voor verschillende mogelijkheden in zijn. Dus wat als storage queues, eigenlijk het eerste. De voorloper eigenlijk van de servicebus. Is de oudste oplossing, slash eerste oplossing. Ze bieden een hele simpele REST-based interface, waar je uiteindelijk je berichten kunt afleveren. Het is heel robuust. Je kunt er ook een mega queue opbouwen. Ik geloof 80 gigabyte aan berichten die je in de queue kunt bewaren.
Uit ervaring weet ik dat 80 gigabyte best wel veel is en dat je dat niet heel erg snel vol gaat krijgen. Sterker nog, ik vraag me af of er veel self-hosted oplossingen zijn die dat nu al goed kunnen doen. Ik zei net, je hebt met StorageCruise wel altijd FIFO. Bij Azure weer niet zo. Ze hebben daar geen FIFO-garantie. Het is meestal wel zo, maar er zijn mogelijkheden waarin je een uitzondering hebt. Een ander ding is van de StorageCruise is dat je maximaal 64 kb aan data per bericht kunt meesturen. Ook dat klinkt niet heel veel, maar als je gewoon losse berichten meestuurt, meestal blijf je daar echt wel op. Meestal blijf je daar wel onder. Ga je batch messaging doen, ja, dan loop je het risico op een ander verhaal, maar heb ik niet heel veel gezien gebruik daarvan. Nou, dan de service bus, de Azure Service Bus, de opvolger van de Storage Queues. Eigenlijk heel veel meer slimmigheden dan de Storage Queue zelf. Ik heb net een fout gemaakt. Die Storage Queues kunnen meer dan 80 gig aan. De Service Bus blijft bij maximaal 80 gig. Dus in die zin is de service dus wat beperkt. Maar goed, wat ik zei, ik vraag me af wie tegen die beperking aanloopt in het dagelijks leven. Je hebt hier een FIFO-garantie. Je kunt hier met bijvoorbeeld transacties werken. Je kunt messages groeperen in een transactie en zeggen als een van deze messages faalt alles. Je kunt hier met role-based access gaan werken. De service bus kun je namelijk ook gebruiken in combinatie met andere Azure services die je er bijvoorbeeld voor kunt zetten. En op basis daarvan kun je onder andere rollen toekennen. AMQP-protocol wordt ondersteund. Bekend protocol wordt onder andere ook in RabbitMQ ondersteund. PubSub is hier mogelijk. PubSub zie je het als publisher subscriber. Je kunt in plaats van één listener die je normaal hebt op een queue, kun je zeggen van nou, ik heb er 5 of 6 of 0. Nou, dan een stukje events. Die worden voornamelijk voor messaging gebruikt. Azure biedt ook oplossingen voor events. Lijkt me goed om eerst tot een definitie van events te komen. En daarvoor heb ik even een vergelijking neergezet. Hoe kun je nou het beste zien wat een message is en wat een event is? Ook hier weer, het zijn wat vuistregels, maar wees hier pragmatisch in. Soms kan het zijn dat je iets een event, dat je iets een message wil noemen, maar dat je eigenlijk net zo goed een event kan zijn. Of dat een event hebben. Hier heb ik het bijvoorbeeld over lichtgewicht, notificaties, signaal. Meestal zit daar dan een ID in of een link ergens naartoe en meer niet. Wat metadata vind je ook nog wel eens, maar heb je nou bijvoorbeeld één extra veld, moet je dan per se naar een message? Nou, ik zou dan eerder kijken naar wat andere regels die je hier mogelijk of die je hierbij kunt gebruiken. En denk bijvoorbeeld aan bij een message heeft de publisher, dus de verzender van het bericht, heeft een expliciete verwachting. Als ik een message stuur, verwacht ik iets van de uitvoerende partij. Ik heb hier onder bijvoorbeeld place order, dan verwacht ik dat de order geplaatst wordt. Bij een goede message naam, of bij een message naam die ik vaak doe, ik zet er please achter. Als het kan, dan heb ik een message naam. Bij events gaat het precies andersom. Events zijn gebeurtenissen. Is gebeurd. Ja, was, order was placed. Tot slot voor events en messages. Bij een event bepaalt de consumer of hij er iets mee gaat doen. Net als hij verwachting, geen verwachting. Maar is het ook zo dat een event nul of door tientallen subscribers kan worden opgepakt? Dat is maar net welke subscriber of welke subscribers er interesse tonen in dat event. Het kan dus zomaar zijn dat er op een bepaald moment niks geïnteresseerd is in een event en dat dat later verandert. En dat er ineens wel heel veel interesse is. Nou komen we dus bij Event Grid, de allereerste oplossing die Azure biedt. En wat je hier ziet is eigenlijk een optie die je heel veel kunt gebruiken voor event-driven design. Hiermee worden veel reactieve applicaties gebouwd. Event Grid, je stuurt er heel veel events in en je fan-out heet dat. Die komen binnen en die verspreiden zich of verspreiden zich niet, afhankelijk van wat er gebruikt wordt. Eerste 100.000 operaties per maand zijn gratis. Dus leuk om eens mee te spelen. Ik heb naar aanleiding van deze talk ook een proefabonnement daar afgesloten. En
$200 gehad om een maand lang heel veel servers en heel veel messages op te sturen en eens te kijken wat de capaciteiten zijn. Naast Event Grid heb je Event Hub. En Event Hub is voor hele grote datastreams. Het makkelijkste voorbeeld wat ik kan geven, ik heb een tijdje als freelancer gewerkt bij een muziekplatform in Duitsland. En wat we daar op een gegeven moment wilden meten, is als iemand op zijn piano een toetsaanslag deed, wilden we weten of dat die toetsaanslag, het was een learning platform, je kreeg te zien op je scherm welke aanslagen je moest maken. Hoe lang duurt het nou voordat iemand op de toets drukt? Hoeveel mensen zitten ernaast? Hoeveel toonhoogte zit die ernaast? Et cetera, et cetera. Dat waren events waarin we dus meegaven, deze toets is op dit moment aangeslagen. Je kunt je voorstellen dat dat hele grote aantallen berichten zijn. Dan hebben we het echt over honderden miljoenen. Toen niet met Event Hub opgelost, we waren toen net gemigreerd. Maar binnen AWS heb je hier ook verschillende mogelijkheden voor. Event Hub is gebaseerd op Kafka, als ik het goed heb. Volgens mij is het de lift en shift als je ooit over wil. Waar je dit ook veel voor ziet, is IoT-devices die metrieken doorsturen. Als het er heel veel zijn, laat het via de Event Hub binnenkomen. Doe er je analyse op. Je hebt vaak data-analyse en vervolgens wordt het ergens opgeslagen om later nog wat mee te kunnen doen. Dus er wordt veel in data warehousing oplossingen teruggezien. Veel in onderbus wordt er gebruikt big data systemen. Nou, dan het stukje Azure Service Bus. Ik wil die zo meenemen in de Azure Portal. En laten zien wat er nu staat en ja, eigenlijk wat je er simpel gezegd in een basisoplossing mee kunt bereiken. Nou, wat heb je daar? Binnen de Azure Service Bus heb je twee oplossingen. Die ik allebei zo meteen wil laten zien. Eerst heb je queuing. Wat ik net al zei, queuing, één luisteraar. En je hebt topics en subscribers. Topic, één, of nou eigenlijk nul of meer subscribers. Afhankelijk van de interesse in een bepaald event. Dus nou ja, tijd voor een stukje code. Laat ik even bij het begin beginnen. Volgens mij is dit wel goed leesbaar zo. Nou, ik heb allereerst een service bus namespace aangemaakt. Wat ik zei, ik laat de drie anderen even voor wat het is. De focus is echt dus service bus namespace. En zoals jullie zien, ik heb net rond de 3-4 nog even snel wat uitgeprobeerd. Om te kijken of het allemaal nog werkte. Dat is met een live demo altijd wel prettig om zeker van te zijn. Nou, hier heb je eigenlijk je standaard omgeving. Je omgeving om te zien hoeveel messages er binnen zijn gekomen, maar ook hoe je authenticatie kunt regelen. Geo-recovery, je krijgt een gratis migratiemogelijkheid of backup mogelijkheid, moet ik zeggen, binnen dezelfde regio. Wij gaan door naar de queues. En wat ik heb gemaakt, is ik heb hier een standaard queue gemaakt. Die queue pakken we er even bij. Nou, zoals je ziet, hij is nog helemaal leeg. En ik heb hier eigenlijk net al de credentials uitgehaald. Je hebt verschillende mogelijkheden om te authenticeren, wat ik net al zei. Ik heb hier gewoon de rootkey gebruikt. Doe dat niet in productie, alsjeblieft. Maar voor zijn technaart is het nu wel. Even kijken. Ik heb deze eerste oplossing heb ik in .NET geschreven. Waarom? Ik wilde eigenlijk ook laten zien, het maakt niet uit in welke taal je werkt. Als jij verschillende systemen hebt en je hebt er een bus tussen zitten, of je gaat, het kan ook met HTTP of wat dan ook, maar voor services maakt het ook niet uit. Azure biedt, ik heb geloof ik 10 verschillende talen voorbij zien komen waar je gewoon standaard SDK's voor krijgt. Het maakt niet uit in welke taal je werkt. En dat is ook iets wat ik in het dagelijks leven zou aanraden. Ben je PHP'er, Python, weet ik veel wat voor ontwikkelaar. Kijk ook eens naar een andere taal. Kijk eens welke taal er het meest geschikt voor is. Dat. Even kijken. Nou, wat ik heb gedaan is, wat ik al zei, dit zijn standaard SDK's. En die heb ik voor deze demo ook gewoon gebruikt. Dus ik heb hier de Microsoft Azure Service Bus gebruikt. En wat ik hier heb gedaan is, ik heb een queue name en ik heb een queue client. Die queue client wordt opgebouwd op basis van een connection string. Dat was dat routing wat ik net zei. Die connection string bevat eigenlijk alles. Die heb ik gewoon in een
hier een environment variabele gezet. De naam, net zoals binnen Azure krijg je eigenlijk voor heel veel diensten van je eigen FPDM. Kun je hier mooi aan zien wat het is en waar het staat. En de toegang zelf. Goed, wat ik hier heb gedaan is, ik heb even simpel wat clear argumenten die ik parse. Waarom? We hebben een receiver en een sender en ik was eigenlijk te lui om dat los van elkaar te doen. Het ging me meer om de demo dan om een heel mooi stukje code. Dus ik zou eigenlijk willen beginnen bij de sender. En de sender is niets meer dan een simpel loopje, waarbij een async message wordt gestuurd met een berichtje erin. In dit geval queue message. Wat we doen is we zetten die om in byte vorm. We loggen even wat, kunnen we zien dat het in de tool zelf ook al goed gaat. En we versturen hem. Gebeurt allemaal asynchroon. Ik pak eventjes de... Ik heb nu alleen de receiver, dus wat ik ga doen is ik ga even een checkout doen, zodat de sender er ook weer bij zit, want zonder sender valt er niks te receiven natuurlijk. Dat ziet er beter uit. Nou, eigenlijk heel simpel. Je hebt gewoon een standaard container die je van .NET meekrijgt. En ik gebruik hier eigenlijk de ontwikkelomgeving voor om projecten te runnen. En ik zeg, ik wil de queue hebben en ik ga in dit geval de sender gebruiken. En hieronder, hier heb ik nog wel even naar moeten zoeken, de vervelende reclame van Microsoft even weggehaald. En dat is bij iedere container best wel vervelend. Een beetje te zien, ja, hè? Docker Compose, up. Dat is wel heel veel. Ja, ik heb niet op save gedrukt, dus hij was aan het zenden en ontvangen. Dat is nu anders. Dus wordt het nu wat rustiger. Ja. Nou, heel simpel, hè. Wat ik net al zei, ik zal iets omhoog doen. 10 berichtjes die... Dat is wel heel veel. 10 berichtjes die verzonden worden. En die staan nu bij de servicebus op de queue. Als het goed is, zien we dat hier ook terug. Dat is een wonder. Het zijn er 12, wat ik zei, de eerste keer startte er te veel op. Dus die twee die zijn doorgekomen. Ik hoop dat jullie me dat vergeven. Er is een hele mooie Explorer binnen Azure. En wat je hiermee kunt doen, is je kunt... Dit vind ik een hele leuke functie, de peak-functie. En met de pieken kijk je eigenlijk om het hoekje, ligt er wat klaar of niet? Waarom heet peak? Omdat standaard, als je zegt van ik haal een bericht op, geef je ook een ACK mee, acknowledgement. Waarom doe je dat? Jij als applicatie zegt tegen de servicebus van geef mij een bericht. En stel je applicatie crasht op de helft, memory leak, wat dan ook. Wat er dan gebeurt is, de servicebus heeft in principe het bericht afgeleverd. Die denkt, het is goed gegaan. Nou, hoe hebben ze dat opgelost? Ze zeggen eigenlijk, we leveren het bericht af. En we gaan 30 seconden, even uit mijn hoofd, 30 seconden wachten. Hebben wij na 30 seconden nog geen nieuws, gaan we hem opnieuw op de queue zetten. Dus wat wil je om dat te voorkomen? Nou, 1. Goed checken of je worker niet langer dan 30 seconden doet over het verwerken van het bericht. En anders in ieder geval die timeout even iets hoger zetten. Maar de tweede optie is dus het versturen van een ACK. Waarin je eigenlijk zegt tegen Azure, bedankt, het is goed gegaan. Ik heb het berichtje ontvangen. Nou, dat is eigenlijk wat we nu ook doen. We pieken. We vragen de lijst op, maar we sturen geen acknowledgement. Nou, hier zie je dus de lijst van berichten die wij hebben staan. En het aantal keren dat we ze gaan afleveren. Je ziet hier ook een dead letter queue. Die is gelukkig leeg. Als er wat in staat, is er iets niet goed gegaan. Denk aan wat je kunt instellen. Is dat je zegt, nou, het bericht moet binnenkomen en als het niet lukt, probeer het opnieuw. Je kunt met retries gaan werken.
Als je retries op zijn, ben je op een gegeven moment, als je dat laat lopen, dan kom je op een gegeven moment in een soort van oneindige loop. Wil je niet? Hebben we de dead letter queue voor? Nou, bijvoorbeeld 3 keer proberen, wordt er naar de dead letter queue toegestuurd. Het doel daarvan is dat je het gaat analyseren. Ik zou daar een goed proces voor inrichten, want er zijn ook zat partijen die vervolgens die dead letter queue ergens onder het tapijt moffelen. En wat niet werkt, dat bestaat niet. Nou goed, we hebben net dan de piek gehad voor de hele lijst. En wat we nu gaan doen, is we gaan berichten ophalen. Ja, je ziet het hier, destructive receive. In deze interface wordt hierna dus gelijk een ACK gestuurd. Goed, hier hebben we het nu. Het berichtje zoals jullie hem net ook gezien hebben in de code. En wat metadata daarvan. We hadden er net 12 staan. Als er niet iemand heel snel de code heeft gepikt of de login heeft gepikt, dan staan wij 11. En dat is het geval. Valt me tegen. Wat kunnen we er nu zelf mee? Nou, laten we eerst de receiver gaan opstarten. Nou, allereerst halen we de sender even weg. Dan gaan we naar de queue toe. Om eerst even het stukje code te doorlopen. En die is hier. Ook dit leunt weer op die SDK. Het is eigenlijk ook weer heel simpel. Ja. Wat we beginnen is met een aantal opties definiëren. En een van die opties is niet zo heel relevant. Deze wel, de autocomplete. Die autocomplete is waarin je zegt eigenlijk, geef altijd maar een ak. Ik als applicatie hoef zelf niet na te denken, binnenkomen en daarna is het altijd goed. Zet die uit. Zorg ervoor dat pas als jij vindt dat het bericht klaar is, je een acknowledgement gaat sturen. Doe je dat niet, dan kan er dus voorkomen wat ik net zei, berichten die verdwijnen. Nou, nu we de opties hebben opgezet, gaan we de message handler registreren. Dat doen we hier met de options. En vervolgens verwijzen we hier naar de message handler zelf. Ik ga hem iets uitzoomen, want dat wordt nou wel heel klein. Nou, de message handler, hier eigenlijk niet zo heel veel spannend. Dus daar kan niet zo heel veel misgaan. We laten het bericht zien. Even wat informatie. Zorg wel even voor de decoding, anders wordt het zo lastig leesbaar voor ons mensen. En geven we vervolgens de complete async. De acknowledgement. Message handler logged ook, uniek. En daarmee zeg je, oké, deze message is nu correct afgehandeld. Dat in de praktijk. Oh ja. Ik werk normaal gezien met PHP Storm en dat is jullie waarschijnlijk wel opgevallen. PHP Storm autosaved alles. Dat doet Visual Studio niet. Dus, opnieuw. Dit ziet er beter uit. Nou, je ziet het, berichtjes komen binnen. Verder niet zo heel spannend. Ik heb, wat ik zei, ik had $200 te goed bij Azure. Dat moet natuurlijk wel gewoon op. Dus ik heb gisteren een flink aantal VM's opgestart met dit stukje code. Ik dacht, ga eens kijken wat ik allemaal kan versturen. Ik heb het niet, nergens vastgelopen, zeg maar. Het ging echt wel, kwam echt een hele hoop doorheen. Ik moet wel zeggen, zo heel af en toe kreeg ik wel eens een nul terug bij het awaiten van mijn proces. Ik vraag me heel even af of dat aan Azure ligt of dat ik zelf een foutje heb gemaakt met .NET code. Dat weet ik niet zeker, maar lokaal gebeurde het niet en toen ik die verschillende servers oppakte wel. Ik zie dat het inmiddels al 7:05 is, dus ik ga even iets meer tempo maken. En dat is door verder te gaan met de topic receivers en de topic sender. Wat ik net al zei, we hebben PubSub hebben we net behandeld. Hè? Je hebt een stukje publisher en je hebt één of meer subscribers. Nou, daar heb ik deze oplossing voor gemaakt. Ik heb het op de class topic genoemd. Dat klopt niet helemaal meer, want het zijn topics en subscriptions.
top en bottom in order, het onderwerp, het gaat over een order. En we hebben als voorbeeld een subscription met de invoicer. Als er een order wordt verstuurd, is er een invoicer, maar misschien ook een fulfillment bedrijf die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Nou, die kun je dus middels subscribers gaan aansluiten. Dit verschilt eigenlijk niet zo heel veel met wat we net gezien hebben. Hè? Hier ook een stukje acknowledgement, ja of nee, wil je daar wat mee? Deze heb ik net niet laten zien, maar de exception handler, niet zo heel spannend. Topic client is degene waarbij je zegt van dit is waar we het over hebben. Nou, hier hebben we het met queues ook, queue of een entity pad waarbij je een topic name hebt. Eigenlijk allemaal implementatiedetails die per bus oplossing of per systeem überhaupt verschillen. Niet weer dezelfde fout maken of niet op save drukken. Ik heb nu even de receiver en de sender tegelijkertijd neergezet. Waarom? Dan loopt het lekker door. Hoop ik. Ja. Hij ziet het door elkaar heen lopen. Er komt wat binnen. Er verdwijnt wat. De sender die was er al wat eerder klaar mee. Die exit netjes met nul. Klein dingetje bij de receivers. Stel dat je een event loop opzet om die receiver in de lucht te houden. Stel dat je dat zelf gaat ontwikkelen. Let goed op je signaling. Ik zie nog wel eens systemen waarbij dat niet is geregeld. Dat betekent dat er een sickterm wordt gegeven. Niet wordt geluisterd. Op een gegeven moment gewoon een kill wordt gegeven. Dat is vervelend, dan stopt hij midden in het proces. Ja, jullie weten allemaal denk ik wel wat dat voor moeilijkheden met zich mee gaat brengen. Dat is wel heel erg vroeg. Heel scherp Jasper, dankjewel. Dan zal ik die ook gelijk sluiten en die fout niet meer maken. Hier is het weer, tijd voor code. De Symfony Messenger. We hebben net Azure gezien, als zijn een commerciële closed source oplossing om mee aan de slag te gaan. Maar ik als ontwikkelaar hou van gratis dingen en ook van open source, want dan kan ik lekker zelf dingetjes draaien en kijken wat er onder de motorkap gebeurt. En daar komt de Symfony Messenger eigenlijk vandaan. En die wil ik ook even kort laten zien. Deze keer in mijn favoriete tool, namelijk PHP Storm. Is het een beetje te lezen? Ja, hè? Ja. Ook hier even simpel een Docker Compose file gemaakt. Defaults erin. Ik heb net even snel een image gemaakt van wat ik heb gebouwd, van de code. Bij SQL database toegevoegd in een queue. Ik ga zo meteen uitleggen waarom een database en een queue. En hier de credentials voor beide. En hier wat services. Ik heb een Technite service toegevoegd, zodat ik zo meteen kunnen debuggen als dat nodig is. Ik hoop het niet. Een SMS producer, degene die in de demo van Symfony hebben ze het over SMS, begon met een SMS producer, maar ik heb ook een Technite producer. Het is een naampje, meer niet. En vervolgens hebben we de consumer, een Symfony message consumer met wat parameters erin. Allereerst transport. Ik heb nu voor asynchronous transport gekozen. Je hebt ook synchronous transport, maar je hebt oneindig veel transporten. Je kunt het ook op de servicebus aansluiten. Een servicebus op een servicebus is misschien wat overdreven, dus ik zou naar een andere oplossing, naar een ander soort kijken. Maar het kan, er zijn packages voor, had ik gezien. Even kort, memory limit. Ga je workers draaien, in ieder geval in PHP is het zo, laat die niet oneindig draaien. De kans op een memory leak is gewoon aanwezig. En zorg dat als het er pan uitreist, of als je ziet dat het fout gaat, dat het stopt. Heb je een memory limit van 512 MB in je PHP-proces, stop hem dan bij 384, 256. Geef dat ding iets van lucht, die tijdig kan stoppen. Zelfs eigenlijk voor een time limit. Time limit kan ook gebruikt worden als je bijvoorbeeld als je in containers werkt en zegt van nou, we willen kortlevende containers. Dat als er iets met een container aan de hand is, de hacker zit er nog wat dan ook, sluit er maar af na een uurtje. Super handig, want dan is die hacker er weer uit. Tenzij die ergens anders ook al verder is. Maar...
Het scheelt in ieder geval iets. Nou, dan de queue. Ik heb eigenlijk gewoon een standaard image RabbitMQ gebruikt. Met erbij management interface om even wat mooier te laten zien wat er allemaal gebeurt. Zelfs op mijn MacBookje, waar ik van alles tegelijkertijd op mijn draaien was, was dit echt snel. Kwam echt een hoop erin. Nou, hier dan de database. Ja, niet zo heel spannend. Standaard database eigenlijk. Wat heb ik gedaan? Een heleboel. Maar ik ben hiermee begonnen. En dat is de configuratie van de messenger. En ik ben begonnen met een failure transport. Binnen Azure de dead letter queue, waar we het net ook over hadden. Ik heb een default bus neergezet. Ik heb hier middleware neergezet. Ik moet iets meer tempo maken. Die middleware daar kun je allerlei zaken in afhandelen. Denk aan logging, denk aan authenticatie, deduplicatie. Azure biedt standaard opties voor deduplicatie. Stuur je 10 keer hetzelfde bericht in x tijdframe. Kan er gezegd worden van, nou, we gaan hem 1 keer behandelen en die andere 9 keer niet. Ik heb hier nu toevallig even een Doctrine Free Connection gedaan. Want je ziet ook nog wel eens dat als die workers lang draaien en de databaseverbinding ligt eruit, dat bericht daarna mislukt. Of er is in het vorige proces iets misgegaan en je komt daar iets nieuws binnen. Nou, dan de transport. Want ik heb een async transport opgezet. En hier heb ik dan in dit geval RabbitMQ voor gebruikt. Dit vind ik echt een geniale optie. Dit werkt super handig. En dat is de read-write strategy. Ik zeg je, ik wil maximaal 3 keer opnieuw proberen. Ik begin met een delay van 1 seconde. En ik geef een multiplier mee, waardoor die delay exponentieel gaat groeien. Denk aan een API van een afnemer die even niet werkt. Vaak is het zo dat als je hem direct naar retried, dat het alsnog niet werkt. Heel frustrerend, dan heeft je retry geen zin. Zet dit neer. Zet hier voldoende tijd tussen en dit gaat rustig het later weer opnieuw proberen. En hier dus de failed transport. Failed berichten komen in de database, de MySQL database. Dat zijn de persistent storage ten behoeve van analyse van... Ja, waarom is dit misgegaan? Hier de routing. Je kunt per message aangeven over welke transport die heen moet gaan. Lekker duidelijk, alles in code helder. Een stukje serializer. Dat is de laatste. Ik heb deze niet aangezet. Je kunt zelfs met serializers aan de slag. Wanneer is dit handig? Jullie zagen net dat we een .NET oplossing bekeken. .NET en Symfony werken anders met objecten, tenminste met het serialiseren ervan. Dat werkt niet met elkaar. Wil je dat soort dingen nou goed met elkaar gaan organiseren, zorg dan dat je een serializer configureert en daar binnen die verschillende applicaties een afspraak over maakt. Ik ga de demo van Symfony Messenger laten schieten, want dat gaan we niet meer redden. Mocht je er wat van willen weten, schiet me vooral aan. Eigenlijk heel simpel, je hebt een messenger of een message en een handler. En ook hier kun je weer meerdere handlers werken. Dat soort zaken. Wil je daar ook nog meer over weten? Hij zit hier in de zaal, maar ik heb samen met Mike en nog een aantal andere ontwikkelaars begin dit jaar een boek vertaald. Symfony 5, The Fast Track, snel van start. Het boek werd gelanceerd tijdens SymfonyCon. En ik vond de manier waarop zo gaaf dat ik dacht van nou, daar wil ik wat mee. Hartstikke leerzaam. Komt Messenger ook in aan bod. Dus kijk er vooral naar. En je hebt eigenlijk hier een hele praktische manier van het hele Symfony framework in 1 keer doorlopen. Ga een stuk sneller dan bijvoorbeeld Symfony 3 opzetten, waarin je nog best wel veel configuratie moet doen. Dan zie je vaak dat, als je kijkt naar Laravel, dat heb je een stuk sneller gebootstrapt. Symfony 5 doet daar niet meer voor onder. Het is echt, je hebt het zo staan. Nou, dan de plaats van busjes in applicaties. Even kort, wat ik eigenlijk al een paar keer zei, word je routering bijvoorbeeld van je... Van al je connecties tussen je microservices of je services, of hoe je ze ook noemt. Wordt die nou heel erg complex? Is het een wirwar van allemaal verbindingen en wil je daar overzicht in? Begin dan met een. Zet daar een bus tussen en maak het universeel. Dat scheelt al, of dat kan al een hele hoop. Hè? Een hoop schelen. Dus de bus wordt dan eigenlijk een soort van spin in het web van het hele verhaal. Eigenlijk heel kort en simpel gezegd. Dan de Enterprise Service Bus. Als je op Google gaat zoeken naar wat is een service bus, kom je eigenlijk altijd Enterprise Service Bus tegen. Enterprise Service Bus roept bij mij iets van logheid en op van ja, dit zijn vaak hele zware systemen. Je ziet ook steeds meer dat mensen het net iets anders gaan noemen.
Maar het heeft nog wel heel veel zin, denk ik. Er is niet voor niks een Symfony naar de bus bijgekomen, maar je ziet ook op heel veel systemen, of heel veel mensen zeggen van ja, microservices lossen niet alles op. Er zitten ook complexiteiten aan. En dan hebben we het bijvoorbeeld over networking. Zo'n ding ertussen kan super handig zijn. Wat nieuw is hier, een stukje enterprise ervoor. Dat strikt genomen, enterprise bedrijf, zou je dan één servicebus per bedrijf hebben. Net zoals dat je maar één enterprise architectuur voor een bedrijf hebt. Daar ben ik het niet per se mee eens. Ik denk dat je moet kijken naar wat pragmatisch is en wat handig is. Heb je één servicebus nodig waar je alles overheen gaat lopen? Prima. Dat is niet altijd nodig. Dus ik denk graag enterprise hebben weg en houd van bij een servicebus. 1915, precies. Zijn er nog vragen? Ik heb dus ook hier weer een slide in Mentimeter staan. Ik zie hier ActiveMQ kent het concept Virtual Topics, zodat je van elke functioneel verschillende consumers je meerdere instanties kan koppelen ten behoeve van schaling. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Het zou me heel erg verbazen als dit niet... Als dit niet erin zit. Schaling is natuurlijk een van de belangrijkste voordelen. Niet belangrijkste, maar is een heel belangrijk voordeel wat je hiermee kunt hebben. Is je machine niet één hele dikke machine neerzetten, maar meerdere losse machines. Dus ik denk het wel, ja. Volgens mij was dat het. Nou, wat ik zei, ik heb in het begin al laten zien. Mijn LinkedIn-adres, mijn e-mailadres. Ik loop hier vaak rond, ook op TechNights. Dus schiet me... Oh, daar kwam wat. Wat als een worker fout loopt? Kan je die specifieke opnieuw proberen? Als een worker crasht en het bericht is niet acknowledged, kan je het opnieuw proberen. Oh jee. Dat mag. Als een worker crasht... Bericht niet nooit, je kunt het opnieuw proberen. Ja, de worker opnieuw proberen kan niet. Die worker die is gewoon dood. Die moet je ook lekker laten liggen. Je start een nieuwe. Heb je binnen alle systemen oplossingen voor. Supervisor D, als je gewoon een VM'tje hebt. Binnen Docker Compose zeg je auto restart. En dat doe je ook bij Kubernetes of wat voor oplossing dan ook. Dus ja, zeker. Nee. Wie is je mis? Ja, ik denk Samira. Oh! Ja, ik werd daar heel boos aangekeken. Ja, nou, degene die dit zegt, ook hartstikke bedankt. Bedankt dat jullie naar mijn verhaaltje hebben willen luisteren. Dankjewel. Yes. Omdat jij het echt bewonder bent en het mooi gedaan hebt, ik weet dat je hem houdt. Ja, dat is wel. Speciaal specialist ook weer veel bedankt. Dankjewel. Heerlijk. Jullie ook hartstikke bedankt. Superleuk gedaan. En wat je hiermee staan trouwens? Dat waren mijn notes. Oh, je notes. Oké. Ja, dat is. Kijk wat je kan doen. Mentimeter die gunde het mij niet om mijn notes te tellen. Nee, snap ik. Okay. En jullie, leuk dat jullie waren. De volgende keer staan we weer. 26 augustus. We hebben geen zomerschool dit jaar, dus we gaan lekker door. Wederom mijn eigen collega, Mark Dekker, gaat iets vertellen over code quality. Het loopt een leuk verhaal te worden weer. Dus hopen dat jullie erbij zijn. Online ook weer, dus hopen weer een mooie avond te maken. Jullie bedankt. Cool. Jullie bedankt. Ja, de talk is klaar, maar we hebben nog wel wat anders. Dat is de pub quiz. Maar ik pak vooral lekker wat te drinken ondertussen. Ja. Zullen we even 2 minuutjes pauze houden? Ja, 2 minuutjes pauze. 1, 2, 3, 4. Voor de mensen die nu nog vragen hebben staan, ik stel ze later even persoonlijk aan, maar dan ga ik meekijken. Ik neem nog eens. Dank u. Nee.
Ja, ja, die geef ik wel een keer persoonlijk. Ja, hij is echt mooi. Ik vind hem echt wel prettig werken. Ja. Je moet wel oppassen dat je niet te veel middelware inzet, waardoor je allemaal complexiteit gaat toevoegen, die onzichtbare complexiteit. Maar... Ja. Welke? Oh, ja, ik zie ze meer naar naartoe rijden. Ik dacht, dat kan niet anders. Ik dacht, stop daar. Ja. Ik zag het ook. Ik zag het niet. Zal even vanaf de laatste vraag. Ik ga even dat is gewoon heerlijk. Dat is ook een soort van. Wat fout er? Ja, cool. Yes. Ik weet wat je zegt, hè, Maarten. Jasper heeft ook meegedacht met de vragen. Dus. Oké. Oh, dan gaan we even terug. Dan ga ik hem even resetten ook. Als het goed is, zien we de antwoorden dan nog niet. Reset results. Als het goed is, gaan we nu weer zien dat de... Ja. Ik zag zoveel mensen, ik dacht, nou dat is het wel. En er mensen die nog niet ingelogd zijn. Ja, komt ie. Waar staat CQRS voor? Command Query Responsibility Segregation, Command Query Resource Savings of Command Query Response Segregation. Kijk, top. Nou, heel mooi dat deze in ieder geval niet opkomt. Deze is een beetje flauw. Hij ligt er heel dicht tegenaan. Maar als je hem heel strikt bekijkt, is het hem net niet. Ja, dat zie je daar. Volgende. In welk jaar is de eerste ESB beschreven? Hoe lang kennen we deze techniek al? Ik zei ook niet alles, hè? Ai. Ik vond het ook laat. Service-oriented architecture is iets wat je al heel veel, wat je al wat langer ziet, hè, aan ideeën. En toch, deze beschrijving kwam voor het eerst in 2002. Nou, de volgende. Welke van deze volgende talen is geschikt om met servicebusses te praten? Nou, het valt me mee. Jasper en ik vinden Cabool nergens meer geschikt voor, dus ook niet om met service te praten. Jammer voor die 6%. En ze zijn bijna allemaal met pensioen, dus dat wordt steeds lastiger.
Ja, de volgende. Ja, waarvoor kun je de ESB niet inzetten? Heel veel toepassingen, maar waar gebruik je het niet voor? Nee. We hebben zo'n beetje na vijf of om iedere vijf vragen hebben we de tussenstand. Cool. Ik zie wel dat ik een klein typfoutje heb gemaakt met een Z. En maar ook zo het in het begin over gehad hebben, deze kwam wel voorbij. Uiting, waar gaan de berichtjes heen? Zorg die voor. Logging, middleware toepassing. Rate limiting, idem dito. Ja, waar worden architecturen of ESB's toegepast? Die heb ik wel vaak genoemd. Kijk, dat zijn de betere resultaten. Misschien een hardcore ontwikkelaar die een ESB in zijn DNA heeft zitten, maar ik niet, in ieder geval. Hoppakee. Lekker bezig. Is die klaar of... Nou, trek de stroom eruit, kijk hoe lang we het volhouden. Nee, de eerste vijf staan er voorbij. Volgende vijf. 15, 14, denk ik. Welk van de onderstaande protocollen is geen messaging protocol? Niet voorbij laten komen, maar met logisch nadenken kom je in een end. HTTP. We sturen messages. We sturen een bericht. Namelijk de headers en de body. Ik krijg een antwoord terug. MQTT, AMQP. Daarbij heb ik heel veel ingezet. En peer-to-peer. Niet voor messaging. Wat kun je in de regel achter een message zetten? Nou, dit is een makkelijke. Nou, we hebben iemand die heel beleefd is. Dat scheelt. Maar het is natuurlijk please. Nee, je zegt van, ga dit doen, alsjeblieft. In welk jaar is Microsoft Azure gelanceerd? Ik was verbaasd toen ik deze opzocht. Tenminste, toen ik het antwoord vond. Zo dan? Ja, 2010. De andere is AWS en de andere is Google Cloud of Compute Engine. Ik kom even niet op de naam. Sorry? Google Cloud. Wat kost een commerciële ESB-implementatie? Ik heb hem volgens mij niet genoemd. Dus dat is wel een beetje flauw. Kijk, ik heb gezocht naar wat er aan opties waren en dan met Tesla per jaar en ik kwam ze ook tegen van 6 ton, maar die valt dus echt wel in deze categorie. Ik wil kijken wat er allemaal is en de mensen die dit geantwoord hebben, die mogen contact opnemen met de field manager, hoorde ik met Maarten. Want die kunnen wat moois. Of de acting field manager, moet ik eigenlijk zeggen. Welke garantie vind je niet bij een message broker? De garantie voor de aflevering van een bericht dan in dit geval.
More than once. Het is, op zich kun je wel zeggen, ik wil bericht dat minimaal één keer aankomt. Exact eens ook. Hè? Ik wil exact één keer een order laten verwerken. Of maximaal één keer. Meer dan één keer, dat is niet een garantie die je ziet. Wat je wel kan hebben, maar dat noem je dan maar anders, is dat je met PubSub meerdere subscribers hebt. Kijk, opnieuw geshuffeld. Hoppakee, wat bijna verdubbeling. Ik wist niet dat ze telefoons hadden in de gevangenis van Mexico, maar... Ja, precies. Zit in een villa waarschijnlijk. Op wie zijn package is Symphony Messenger gebaseerd? De mensen die al wat langer werken, die zouden het moeten weten. Nipt de meerderheid. Matthias Nobek heeft hier gesproken. Hij heeft bij mijn overheid de servicebus gereviewd en is auteur van Simplebus onder andere. En wordt ook genoemd als zijnde inspiratiebron voor Symphony Messenger zoals die in zijn huidige vorm bestaat. Hij heeft ook een aantal leuke blogs hierover. We hebben nu ook over commonbuses, queuebuses. Dat zeg ik verkeerd. Commonbuses en currybuses. Ja, waar die uitgebreid erin gaat. Fabien Potentier. Bouwer van, eigenlijk grote baas van het Symphony Framework. Martin Fowler,